Hey, hallo iedereen en welkom in deze nieuwe video. Het is mijn bedoeling om het niet te lang te maken, zodanig dat we de boodschap meegeven op een korte en efficiënte manier. Nu, ik wil het in deze video eventjes hebben over wat dat er allemaal gaande is. Vanuit astrologisch punt gezien, ik ben geen astroloog, maar ik volg wel een aantal bekende astrologen. En van daaruit wil ik jou een aantal zaken meegeven, zodanig dat je misschien ook beter gaat gaan begrijpen wat er allemaal aan de hand is. Omdat ik niet alleen bij mezelf, maar ook bij een aantal klanten en in mijn omgeving opmerk dat mensen moe worden. We zijn het moe om altijd maar te blijven vechten, moe om te blijven doorgaan, moe om te blijven opstaan. Zonder dat we altijd de resultaten onmiddellijk zien, of zelfs maar op lange termijn resultaten zien. Sommigen van ons zijn al jaren aan het vechten en aan het doorgaan en het blijven dingen creëren en blijven vertrouwen, maar ontvangen niet de wensen of de verlangens zoals ze eigenlijk heel graag zouden ontvangen. Nu, in 2012, ben ik een stukje tegen mezelf aangelopen via een burn-out. En nu ondertussen begreep ik dat dat ook kwam door de collectieve energieën op dat moment. Het was de bedoeling dat ik op dat moment echt ging stoppen met wat ik tegenaan liep. Stoppen met eigenlijk mezelf voorbij te lopen. En eigenlijk naar binnen ben gegaan en gaan kijken van ja, wie ben ik nu? En wat kom ik hier nu eigenlijk doen? Om van daaruit dan de nodige stappen te zetten die ik gezet heb. Sommige met veel omwegen, sommige met vallen en opstaan. Maar uiteindelijk, gelijk welke pad of gelijk welke keuze dat je maakt, dan kom je altijd terug op de weg waar je moet zijn. Afhankelijk van de weg en de keuze die je gemaakt hebt, ga je misschien gewoon andere lessen leren. Of de les gaat hetzelfde zijn, maar je zal het op een andere manier leren, met andere personen. En dat is oké. Maar dat is om te zeggen, in 2012 werd er energetisch gezien naar de aarde heel veel nieuwe energie gestuurd. Werd er ook heel veel angst aangewakkerd, werden de mensen bang gemaakt. Omdat wanneer de mensen in een groei gezet worden door de hogere energieën die naar de aarde gestuurd worden, dan komt er sowieso heel veel schaduw en heel veel angsten en heel veel negativiteit naar boven. Niet zozeer omdat we dan eigenlijk stukjes zouden belemmerd worden in onze kracht en in onze groei, ja, dat ook. Maar het is eigenlijk een eigen aan een wereld en dualiteit dat wanneer je focust op het ene en dus meer licht aanbrengt, dat dat automatisch ook veel meer negativiteit naar boven brengt en veel meer angsten en negativiteit en laagdralende energie ook naar boven brengt. En dat is eigenlijk hetgeen wat dat gebeurd is tussen 2012 en vorig jaar 2019. Omdat vorig jaar is eigenlijk een periode van 7 jaar afgesloten. Een periode van 7 jaar waarin dat er heel veel problemen waren. Waar dat mensen inderdaad gepusht werden. Eigenlijk bleven lopen in de ratrace. En gewoon maar altijd maar mee in het systeem zijn blijven draaien. Veel mensen zijn ziek geworden. Anderen hebben besloten om hun leven stop te zetten door zelfmoord te plegen. Nog anderen zijn terechtgekomen in burn-outs, in bore-outs, in depressies, in noem het maar op. Maar dat allemaal is eigenlijk allemaal een stukje ook bedoeld om jou te laten zien dat jouw ziel eigenlijk niet hetgeen ervaart en niet de lessen leert dat jij op dit moment wil leren. Op de dingen dat jij op dit moment toe in staat bent. Even kijken, want de poezen zijn echt van alles aan het uitsteken. En dus al de drukte en al de problemen en al de obstakels die je eigenlijk de afgelopen jaren hebt ervaren, die zijn er om jou eigenlijk te tonen welke richting je mag uitgaan. Om te tonen waar dat jouw ziel lessen wil gaan leren. Nu, in 2019 is de energie op aarde eigenlijk een stukje naar de hogere dimensies gegaan. Dus zijn we eigenlijk van 3D naar 6D gegaan. Wat dat maakt dat er voor heel veel mensen ook weer meer ruimte gekomen is om nog meer in die groei te gaan stappen. Maar natuurlijk zitten we nog altijd met een stukje restanten, een stukje trauma's, wonden, een beperkt referentiekader die gebaseerd is op de ervaringen die we
in de afgelopen jaren, 7 en nog meer jaren, eeuwen, decennia. En als je het bekijkt op maatschappelijk vlak, zelfs eeuwenlang hebben gedaan. En nu komen we op het punt dat dat eigenlijk allemaal mag gaan veranderen. Dat de manier van ondernemen mag gaan veranderen. Dat de manier waarop we school geven, lesgeven, onderwijzen mag gaan veranderen. Dat onze gezondheidszorg mag gaan veranderen. In plaats van medicatie, veel meer op een natuurlijke manier. Veel meer om onze natuurlijke zelfredzaam genezend vermogen eigenlijk te gaan stimuleren, gaan ondersteunen. En daarbij worden we gevraagd om natuurlijk de blokkades en de problemen die aan ons worden voorgelegd, om daarmee aan de slag te gaan. En uit ervaring weet ik dat het gewoon soms gemakkelijker is en dat je gewoon zou liever terugkeren naar wat het geweest is. Omdat je weet wat het daar is, omdat je weet dat het jou, wat dat het jou bracht. Maar als je eerlijk bent, dan moet je ook toegeven dat je misschien nooit niet echt oprecht gelukkig geweest was. Toch niet zoals dat eigenlijk onze ziel weet dat het mogelijk is. En daar zit de sleutel eigenlijk. Dat jouw ziel jou toont dat er zoveel meer mogelijk is. Dat relaties op een andere manier mogen. Want nu is er heel veel onzekerheid in relaties. Mensen denken na van over wat ga ik zeggen? Hoe ga ik het aanbrengen? Of ze verzwijgen zaken omdat ze denken dat ze iemand gaan kwetsen. Maar net het verzwijgen, net het stuk niet delen wat je eigenlijk voelt en ervaart en wat je denkt, zorgt voor heel veel ballast en zorgt voor heel veel problemen. Dus ook daar is het belangrijk dat we emotioneel ook volwassen worden. Dat we niet alleen volwassen worden volgens onze kalenderleeftijd, maar dat we ook volwassen worden op emotioneel vlak. Dat we volwassen worden op mentaal vlak. Dat we eigenlijk verantwoordelijkheid gaan nemen voor de ideeën die we hebben, voor de manier waarop we denken dat ons leven mag gaan verlopen, moet gaan verlopen, zal gaan verlopen. En de volle maan van gisteren was heel emotioneel in die zin dat ik merk, niet alleen bij mezelf, maar bij heel veel mensen om me heen, van heel veel klanten, volgers, dat we echt uitgedaagd worden en dat we onder andere door de energie van de volle maan en de verschillende andere planeetstanden, waar ik nu niet ga over uitweiden, dat eigenlijk al de zaken dat we altijd maar aan de kant geduwd hebben, dat we altijd maar in de schaduw gehouden hebben, dat die eigenlijk onder druk van het universum naar boven gestuwd worden. En of dat je nu wilt of niet, en of dat je nu gaat kwetsen of niet, het komt gewoon naar boven. En het is aan jou om ermee om te gaan op een volwassen manier. Om het te erkennen, om te kijken waar en wat dat is dat jouw pijn doet. Zodanig dat je in staat bent om dat te gaan transformeren. Dat je in staat bent om dat uiteindelijk los te laten. Want een volle maan-energie gaat altijd over het loslaten. Het beëindigen van iets of een situatie waar je eigenlijk niet langer meer volledig achter staat. Het loslaten van zaken die niet meer passen bij jou. En in mijn persoonlijke leven heb ik het ook ervaren dat er heel veel zaken naar boven komen waarvan dat ik dacht dat ik het losgelaten had. Waarvan dat ik dacht dat het geheeld was, dat het uitgezuiverd was. En als het zeker gaat in relaties, dan ga je merken dat zaken waarvan je dacht van het is oké, bijvoorbeeld een discussie of een probleem en dat je had dat bijvoorbeeld vorig jaar of zelfs nog verder geleden, die nu op een of andere manier terug naar boven komt. Dan is het belangrijk om de andere persoon niet te verwijten om dat bijvoorbeeld dat thema terug naar boven te brengen. Want het is belangrijk, en zeker als het jou triggert, om het terug aan te kijken en om te gaan kijken van wat maakt dat het mij triggert? Wat maakt dat ik nu op die manier ga gaan reageren? Wat maakt dat ik nu eigenlijk vanuit mijn vervormde, gekwetste energie ga gaan reageren? En of dat je nu man of vrouw bent en vanuit die vervormde mannelijke energie of vanuit die vervormde vrouwelijke energie gaat gaan reageren, het maakt niet uit. De dingen die nu boven komen, die zijn er omdat ze moeten naar boven komen. Waarom? Omdat half december, dan hebben we een nieuwe maan en dan is er wel een volledige maansverduistering. Ongeacht dat het over een donkere maan gaat, dat we het eigenlijk niet echt zo gaan zien, maar er is wel een eclips. Dan is het veel belangrijker en is echt belangrijk dat je tussen nu en de nieuwe maan, dus op 14 december, dat je alles aankijkt wat naar boven komt. Dat je alles uitzuivert wat er maar uitzuiveren is. Want
op 14 december, dat is de aanleiding om eigenlijk ons nieuwe leven te starten. Als je al veel werk gedaan hebt aan jezelf, of, gewoon, of als je gewoon al innerlijk werk gedaan hebt, als je bewust aan het worden bent, als je bezig bent met het anders te kijken naar de wereld, als je keuzes maakt om meer biologisch te gaan eten, of als je keuzes maakt die ten gunste zijn van het milieu, dat zijn allemaal tekenen dat je wakker aan het worden bent. Dat je ziet dat we het eigenlijk en eindelijk, na veel te lang van mijn tijd, eigenlijk het gaan anders aan doen, zijn gaan doen. En dat is hetgeen waar dat dan uiteindelijk begint op 14 december met de nieuwe maan en die eclipse. Die verder doorgaat naar 21 december, waar we hier aan deze kant van de wereldbol de wintersolstice hebben. En dan heb je in januari, half januari, opnieuw een nieuwe maan. En daar, vanaf dan aan, gaan er voor heel veel mensen, ga je voelen en gaan we merken dat de energie veel lichter wordt. En waarom geef ik jou dat nu mee? Omdat ik weet dat heel veel mensen nu door heel veel uitdagingen en obstakels heen gaan. Die geconfronteerd worden met diepe angsten. Angsten die niet altijd zelfs van jou zijn, maar die van voorouderlijke lijnen zijn. Maar die nu naar boven komen omdat die mogen geheeld worden. Omdat die mogen getransformeerd worden. Omdat wij eigenlijk als een stuk pioniers heel veel zaken van onze voorouders, de mensheid op zich gewoon aan het uitklaren zijn, aan het uitzuiveren zijn, zodanig dat we allemaal zuiverder worden, zodanig dat we allemaal kunnen groeien naar dat kristalline lichaam, zodanig dat we allemaal veel lichter worden, letterlijk en figuurlijk. Zodanig dat we veel meer verbinding en veel gemakkelijker verbinding kunnen maken met onze essentie, met de kern van wie dat we zijn. Dat we kunnen gaan manifesteren vanuit de essentie dat we zijn. En dat we bijdragen via de talenten dat we hebben. Dat we bijdragen aan ten dienste van anderen door wie dat we zijn. En op die manier gaan we eigenlijk die nieuwe wereld, zijn we die nieuwe wereld aan het creëren. Van binnenuit naar buitenuit. Dus wanneer dat jij werkt aan jezelf, wanneer dat jij healing en eenheid in jezelf brengt, dan ben je niet alleen jezelf iets een groot geschenk aan het geven, maar creëer je eigenlijk ook de basis voor de nieuwe wereld. En dat is niet alleen voor jou, maar ook voor al je medemensen, voor al de kinderen en de jonge mensen die nog na ons komen. En ook voor de oudere mensen natuurlijk. Dus, wat ik wil meegeven, en waarvan ik hoop dat je onthoudt uit deze video, is dat, ongeacht hoe moeilijk dat ook is, ongeacht met welke obstakels je geconfronteerd wordt, weet dat je niet alleen bent. Elke mens op dit punt, op de aarde, gaat door een soortgelijke ervaring. Maakt problemen, maakt obstakels, loopt tegen zichzelf aan, loopt tegen de quarantaine aan, loopt tegen ziekte aan, al dan niet door dat virus of niet. En het is belangrijk dat we daar respect voor beginnen krijgen, dat we dat beginnen inzien, maar dat we tegelijkertijd ook gaan beseffen dat we geen slachtoffers zijn. Dat we de wereld creëren vanuit onze gedachten en onze emoties. En dat wanneer dat we die uitzuiveren en die eigenlijk gaan verhogen in energie, dat we dat ook gaan weerspiegeld zien in onze fysieke wereld en onze realiteit. En ja, volgend jaar gaat vooral op persoonlijk vlak een stuk lichter worden. Maar de mensen die dachten dat ze het altijd nog op dezelfde manier gaan kunnen doen, zoals dat al die jaren nog geweest is, en die dus eigenlijk blijven vasthouden aan het vaste referentiekader, aan de oude systemen, die gaan het volgend jaar ook nog altijd moeilijk hebben. Net omdat het tijd is dat we die oude systemen loslaten. Het is tijd om het nieuwe toe te laten, om het nieuwe te creëren, vorm te geven. En collectief gezien zullen dat zaken zijn dat we volgend jaar gaan merken. Dus volgend jaar gaan banken, gaan onderwijssystemen, gaan de gezondheidszorg, de manier waarop dat we winkelen, al die zaken gaan nodig mogen veranderen. Op welke manier dat gaat gebeuren,
Dat weten we nog niet, want ook dat wordt gestuurd door het collectieve bewustzijn en door de groei dat we eigenlijk als massa doorheen gaan. Omdat dat gestuurd wordt door ons, het bewustzijn van iedereen samen. Maar weet dat wat hij ook tegenkomt, welke keuzes hij ook moet maken en hoe hartverscheurend ze ons ook zijn, als je jouw hart volgt en je intuïtie volgt, dan maak je altijd keuzes die voor jouw hoogste goed zijn. En als je keuzes maakt die voor jouw hoogste goed zijn, dan zijn ze die automatisch ook voor iedereen. Voor ieder anders hoogste goed. Ook al lijkt dat in eerste instantie niet zo, vertrouw erop dat het wel zo is. En ik denk dat ik het belangrijkste gezegd heb. Ik hoop dat ik met deze video jou een arm onder de riem kan steken, of jou een schouderklopje kan geven, of jou opnieuw weer wat moed kan geven. Geef niet op, net voor de eindstreep, want we zijn er bijna. Wat dat zeggen dat dan vanaf dan altijd maar roze geur en maneschijn gaat zijn? Nee, helaas niet. Persoonlijke groei gaat nu eenmaal met ups en downs. We zijn zoals de oceaan en daar is het ook niet altijd vloed. Daar is er ook eb en vloed. En het is net in het omarmen en aanvaarden van die eb en die vloed in je leven, dat je het veel gemakkelijker gaat vinden om mee te gaan op die flow, op die natuurlijke stroom van het leven. Dus als je daar meer over wilt leren, over hoe dat je kan gaan manifesteren met de elementen, over hoe dat je eigenlijk, wat dat de valkuilen zijn van van het manifesteren vanuit de hogere, nieuwere energie, of als je gewoon aan jezelf wil werken, omdat je met een aantal blokkades zit en je niet weet hoe of waaraan, of op welke manier je die kan transformeren, weet dan dat ik met heel veel plezier jou weer verder op weg zet. Om het met de woorden van een van mijn klanten te zeggen, spiritualiteit is voor heel veel mensen nog iets ongrijpbaars. Iets die daar precies van boven hangt en dat je hebt of niet hebt. En het is mijn taak en de manier waarop ik ook werk om die spiritualiteit ook eigen te maken aan wie dat jij bent. Om te verbinden met jouw aardse leven. Zodanig dat je het elke dag kan gebruiken en dat het eigenlijk gewoon een manier van leven wordt. Dat niet iets is dat je gewoon zegt, ik sta 's morgens op, ik ga 20 minuten mediteren en dan ga je gewoon terug weer in je oude systeem. Nee. Wanneer je met mij werkt, dan gaan we echt diep en gaan we echt gaan kijken wat de onderliggende blokkades zijn. Komt het voort uit vorige levens? Soms zijn het zelfs geen zaken die van jou afkomstig zijn, maar dat je uitwerkt voor anderen uit je zielengroep. Dus dat zijn allemaal zaken, eens dat je dat weet, eens dat je daar inzicht over hebt, eens dat je er bewust over bent, dat je dat gaan kan transformeren en dat je het opnieuw dus eigenlijk op een andere manier je leven kan gaan vormgeven. Dus mocht je hulp en ondersteuning nodig hebben, wacht niet langer. Nu is de tijd om echt aan de slag te gaan met jou. En ik weet, er zijn ook heel veel mensen die financiële problemen hebben, maar begrijp ook dat financiële problemen ook te maken hebben met jouw zelfwaarde. Met het open zijn om te ontvangen. En dus als jij nu financiële problemen hebt, dan is dat teken dat er ook in jouw systeem, in jouw innerlijke zijn, ook blokkades zijn. Dus laat financiën, laat geld of materie zeker niet bepalen op welke manier dat jij je wil gaan voelen of dat je eigenlijk je verder leven of je dromen wil gaan vormgeven. Want het is mogelijk. Het is, kan gewoon op een seconde kan je leven helemaal veranderen. En het zit allemaal gewoon in de manier waarop je omgaat met je energie. En dat zijn de dingen dat ik ook leer aan mijn klanten. Dat ik ook leer in de cursussen dat ik schrijf. En dat ik ook probeer mee te geven in de video's. Maar natuurlijk, in een video van 20 minuten kan je niet in de gals. Eén is globaal, is voor collectief. Is niet individueel. En twee, kan je ook niet een hele uiteenzetting geven over hoe dat je het nu uiteindelijk gaat doen. Dus laten we het ons hierbij houden. Geef niet op, blijf gaan en laat je ondersteunen als je voelt dat nodig is. Investeer in jezelf. Dat is het beste dat je kan doen op dit moment. Ik wens je heel veel plezier, ik wens je heel veel liefde, heel veel geluk en misschien dat we met elkaar nog samenwerken. Tot binnenkort!